Yo mensen, Jeraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe live video. Hier natuurlijk op mijn kanaal Ras Gaming. Op natuurlijk ook, zoals je ook al zien, Call of Duty Black Ops 3. Vandaag gaan wij een 3 pokjes gun game spelen. Maar dit is niet zomaar gun game, want dit is de Blackjack gun game. Wat inhoudt dat elk wapen dat je krijgt een wapen is dat je alleen maar uit supply drops kan krijgen. Dus we beginnen met de Rift 1.9. De rest van de wapens weet ik ook niet welke we gaan krijgen. Maar het zijn in ieder geval... Holy shit. Maar het zijn in ieder geval, jongens, allemaal wapens die je alleen maar uit supply drops kan krijgen. Dus dit zit er voor een gelimiteerde tijd in. Dus als je dit nou wil spelen, dan moet je natuurlijk wel... Serieus! Dan moet je natuurlijk wel snel zijn. En het is echt gewoon, volgens mij, van wat ik nu kan zien, geniaal. Kom met me, bros. Want ik zit hier een beetje vast namelijk. Thanks, bro. Oh, kut. Een Banshee. Een Banshee. Nee! Kut Banshee, dankjewel. Oké, wat is dit? Een HG40. Oké, HG40 is chill wapentje. HG40 is chill wapentje. Maar je moet er wel een enemy tegenkomen. Iemand anders heeft al 70 punten, man. Wat is die... Ah, kak. Wat is die gozer aan het doen, joh? Wat is dit? HLX4. Daar moet je mee... What the... Dat was één harde killstil, bro. En dat weet je zelf ook. Pip is A. Nou, die kennen we natuurlijk wel. De... Oh, do-it-yourself renovator. Die kennen we natuurlijk ook wel. Oh, lekker. Ik had hem nog. De FFAR, dat is natuurlijk de FAMAS. Alleen een nieuwe FAMAS. M16, die kennen we ook wel. Hoppatee, lekker overpowered. Heerlijk altijd. Peacekeepertje. Oh, dit is in plaats van de Shiva. Oh, dat vind ik wel fijn, want de Shiva vind ik altijd zo gescheid. Daar kan Liu. Hoppa. De MS Grand, super fijn wapentje verder. Alleen, dan moet je wel raak kunnen schieten. Dan moet er niet zo'n poepskoop op zitten. Ik snap niet waarom Call of Duty dat altijd doet, man. Altijd in gun game proppen ze van die poepskoops op die wapens, jongen. De 11... V4 Ballistic. Dit ding moet eerst opladen voordat je kan beginnen met schieten. De R70 Ajax. En dat is een spraywapen eerste klas. Easy peasy. De RSA Interdiction. Oh fuck. Ah, in mijn rug. De RSA Interdiction. Dit is een sniper rifle natuurlijk. Alleen dit is echt de eerste keer dat ik ermee schiet hou. Jezus. Waarom staat er zo'n poepscope op? Of is dit een standaard? Ik weet het niet eens. Dankjewel. De... Oh nee, hier heb ik ook nog nooit mee geschoten. Ze hebben gewoon expres, ik maak geen grapje. Ze hebben gewoon expres van die scheidscopes overal opgezet, jongen. L4C's, oh geniaal. Dank je. De D13 Sector. Oh, dat vind ik briljant, gek. Oh, dank je. Oh, de Shadow Claw. Dit is geniaal, jongen. Oh, dit zijn zulke leuke wapentjes allemaal, jongen. Dank je. En als laatste... De Ballistic Knife. Ja, die moest als laatste zijn. Sowieso. Ik denk dat je iemand moet neerschieten. Ja, oké, dan heb je gewonnen. Dit is echt briljant. Ik ben best wel vaak dood gegaan. Puur omdat ik het gevoel heb alsof deze gun game makkelijker is voor de rest van de mensen. Want sowieso is het laatste wapen veel makkelijker. Want het is natuurlijk de Ballistic Knife. Geniaal, by the way. En, bijvoorbeeld de Shiva is veranderd in de Peacekeeper. En de Peacekeeper is vele malen makkelijker natuurlijk om te gebruiken. Dus... Hij is denk ik iets makkelijker voor de mensen wat tegen je speelt. Waardoor je natuurlijk ook vaak doodgaat. Maar we gaan er nog een pakje 2 en 3 mee spelen. Dus ik zeg... let's go. Dan gaan we dan in natuurlijk het tweede potje. We weten nu al ongeveer natuurlijk welke wapens wij kunnen krijgen. Dus dat heeft natuurlijk een groot voordeel nu op dit potje. Want net wisten we het gewoon nog helemaal niet. Maar nu hebben we natuurlijk wel een ideetje welke wapens we ongeveer... Oh my god, dat is moeilijk, jongen, met dat ding. Ah, oh, die Rift 1.9, jongen. Dat is zo'n leuk plasma-pistooltje. Alleen, ja, je hebt er best wel veel geluk voor nodig om er een kill, zeg maar, mee... Ja, mee te krijgen. Dus, ja, je ziet ook wel dat als je gewoon die kogels inrent, zeg maar... Dat je echt gewoon een probleem hebt en gewoon ook keihard dood bent. PPSH, komt er een in mijn rug. Thank you. Komt er nog een aan, let op. Oh, kut. Oh, maar... Ik zag hem aankomen. Ik schoot alles. Maar ik echt alles mis daar, jongen. Die was super scheef, gek. Holy knetterkak. Oké, dat mag dus niet meer gebeuren. Kom maar naar binnen. Thanks, bro. Die zag ik hem aankomen, gelukkig. FFAR. Ik weet het nu ongeveer. M16. Er zit high caliber op de M16. Oeh, dus als je een headshot maakt, is het lekker makkelijk. Oh, die stomme thermal sights. Thermal sights in Call of Duty, jongens. Ik snap nog steeds niet waarom het erin zit. Ah, Marshall. Want ik vind het echt zo irritant op welk wapen dan ook. Ik weet dat als je een sniper bent, dat de thermal sight best wel handig kan zijn. Voor wat ik weet. Want ik weet zelf ook niks van snipers af namelijk.
Maar voor de rest... Weet je, wat heb je aan de Turmelsite? Ik heb echt geen idee gewoon. Oi, yo. Kom jij ook achter me aan of waar ga je naartoe? Oh, de kutlul. Zo irritant tijdens het mes voor je wegrennen, jongen. Oh, snipertje. Nee! Uh-oh. Dank je. Volgende sniper. Ik hoop dat ze hier nog steeds... Ah! Ah, shit, in mijn zijkant. Kak, man. Het was te proberen in ieder geval, dat wel. Ik moet heel blijven staan, want ik kan echt niet met deze sniper even omgaan. Waar is die? Huh? Sorry voor de cap. Sorry voor de cap. Het spijt me, oké. Oké, die gingen allemaal mis gewoon. Even reloaden, dat duurt een tijdje met het ding namelijk. En nu pas kan je weer schieten. Het is zo'n langzame reload, jongen, met dat wapentje. Die elfjes. Oh, en ik moet alweer reloaden. Ah, kakding. Ik ga zo meteen nog verliezen ook, hè. Deze gun game is echt vele malen makkelijker dan de andere, jongen. Dat is niet normaal. En daardoor gaat iedereen ook gewoon beter in deze gun game. Ah, zie je wel. Puur gewoon omdat die makkelijker is. De wapens zijn makkelijker. Die je krijgt. Maar ja, dat is voor mij natuurlijk super irritant. Want ik wil gewoon dit potje winnen. Kijk, dit ding reload gelukkig wel gewoon snel. Uh-oh. Hij is gekillstealed. Iemand is bij het laatste wapen. Iemand is serieus bij het laatste wapen. Oh my god, cat turned. Ballistic knife. Laatste wapen. Samen met iemand anders. Oh, hij heeft zijn laatste wapen ook. Oh my god. Yes! Yes! Oh shit, jongen. Ik had bijna verloren. Oh, hij was ook bij het laatste wapen. Maar wat was hij aan het doen dan, die vent? Wat was hij aan het proberen? Kijk, daar ging hij een rondje rennen, joh. Ik moet zeggen, die ballistic knife is de tweede keer nu dat ik hem gebruik. In het eerste potje en nu het tweede potje. Dat knife dat je afschiet gaat echt nog wel snel gewoon naar die enemy toe, joh. Dus er zit niet een hele grote delay in, maar... Ja, we hebben gelukkig gewonnen. Deze gun game is voor de meeste mensen echt gewoon makkelijk om te spelen. Puur door de wapens die je krijgt. Maar we gaan door naar het laatste potje. Game nummer 0. Daar gaan we dan, jongens. In het laatste potje van vandaag moeten we ons meteen omdraaien. Meteen omdraaien, meteen omdraaien. En schieten! Oh, oh, oh my god. Het is met die fucking rift zo geluk hebben dat je raak schiet, jongen. Dat is eigenlijk ook echt gewoon niet normaal, man. Maar is niet erg. Banshee is ook een beetje geluk hebben. Dat zijn van die plasma dingen, jongen. Dat... Ah, oh, kak, haat de Marshall. Die dingen, die kogels die je daarmee schiet... Die gaan zo mega langzaam op die vijand af. Dat je zoals je zelf ook kan zien... Echt gewoon geluk nodig hebt. Dat je natuurlijk ook daadwerkelijk ermee raak schiet, dus... Oh! Ik killde de verkeerde! Oh, wat een dildo, jongen. Ik killde serieus de verkeerde. Oh my god, die vent die baalt nu, jongen. Dat wil toch hij niet weten, gek. Die gozer, die is echt gewoon boos nu. Die vent redt zomaar van... Ah, kut, Marshall. Marshall, die dingen zijn zo... Marshall zijn denk ik wel een van de meest overpowered fucking... Blackjack wapens in die game, jongen. Sorry, vriend, dat je niet moeten doen. Het spijt me zeer. Hallo? Uh-oh. Sorry ouwe, ik zat op iemand anders te focussen, maar die kwam niet. Kijk maar. Ja, je komt wel, alleen het duurt eventjes, jongen. Oké, peacekeeper. Peacekeeper is makkelijk. Kut, naast me. Ah, oh, ik hoor hem te laat. Peacekeeper is inderdaad makkelijk, maar dan moet je er wel mee raak schieten. En dat kan nog best wel... Oh, met de Turmelsite lastig zijn! Ah, oh, die Turmelsite is zo kut, hè. Ik kom terug dan als je een man bent. Uh-oh. Oh, en de focus die op mij, terwijl er een naast hem zit. Kut. Deze potjes zijn echt gewoon moeilijker, jongen. Om te winnen, hè. Ah, zie je wat? Iedereen heeft chille wapens hierin. Alleen die snipers, daar komen heel veel mensen denk ik niet langs. Die snipers zijn nog best wel lastig, namelijk. Die MS Grant is ook niet zo moeilijk. Gewoon even stilstaan. Oké, er komt niemand. Kak. Gewoon even stilstaan en er komt er niemand, hè. Oh, shit. Oh, man, die killsteal! Uh-oh. Dank je dat je terugkwam, ouwe. Dank je dat je terugkwam. Oh, joh. Als hij had geschoten met die bench, had hij me gekild, joh. Naast me. Ik hoor je. Ik weet niet waar je bent, maar ik hoor je. Oh, oh! Nee, met z'n twee op mij! Oh, waarom heb ik altijd zo'n pech, hè? Dat ze met z'n twee op mij moeten gaan schieten.
In plaats van dat ze dan even op elkaar gelopen schieten, dat ik gewoon eigenlijk gratis. Oh my god, deze sniper is echt kak, jongen. Oh my, ik schoot 6 keer mis. Ik schoot, oké, dit is echt niet normaal. Ik ben me toch scheef, jongen. Maar ik vind deze scope echt poep, jongen. Dank je. Jesus. Kom dan. Dank je. Ja, sorry voor het stilstaan, man. Maar anders kan ik echt geen kill krijgen met dat poepding. Hallo? Thank you for the kill, man. Uh-oh. Rennen! Oh my god, hoe kan ik die misschieten? Wat is dit? Oh my god, kill steal! Are you fucking kidding me? Ja, ja, deze wapens zijn echt makkelijker, ja. Ik heb het door, ja, dat deze wapens makkelijker zijn. Oh my god, ik krijg de kill hier echt niet mee. Ik ben zo'n scheve zakkenwasser, jongen! D30 sector, je bent mijn mattie, ouwe! Oh shit, achter me. Dankjewel, fucking hell, dat duurde 3 jaar. Achter me. Kom dan. Oh, nee! Ja. Ik heb verloren. Oh, wat een kaksel, jongen. Ik moet echt zeggen, die andere gun game, daar krijg je bijvoorbeeld de KRM van die wapens waar mensen best wel vast blijven hangen, zeg maar. Maar deze gun game, daar krijg je eigenlijk de wapens die heel kut waren, die veranderen in wapens die echt super chill zijn. Bijvoorbeeld de Marshall 16. Die wapens zijn zo makkelijk om een kill mee te krijgen. Puur omdat ze overpowered zijn. Die Shiva die verandert in een Peacekeeper. Zo makkelijk om een kill mee te krijgen. D30 Sector. Eigenlijk ook heel makkelijk om een kill mee te krijgen. Ik kan het blijkbaar niet. De Ballistic Knife. Veel makkelijker om een kill mee te krijgen dan iemand 2 keer te moeten vissen. Wat in normale gungame natuurlijk het geval is. Dus naar mijn mening deze gungame veel makkelijker. Voor heel veel mensen. Wordt het dus ook veel moeilijker door wordt. Om gewoon minder vaak dood te gaan. En om gewoon het potje te winnen. Puur omdat iedereen sneller en meer kills krijgt. Dus we hebben een potje verloren. Is verder niet erg. Kan gebeuren. Maar we gaan het sowieso nog een keertje doen. Je kan hem dit weekend spelen, jongens. Dus je moet nog snel erbij zijn natuurlijk. Als je hem eventjes wil spelen. Hij staat gewoon, ja, als je liefst, staat hij gewoon bij Find Mesh Bonus. En dan Blackjack's A Gun Game. Dus check hem een keertje uit. Kijk of je het leuk vindt. Ik zelf vind het heel erg leuk. Wel moeilijker dan de rest. Maar weet je, Gun Game is altijd leuk. Maakt niet uit hoe ze het doen. Gun Game is altijd goed, altijd leuk. Dus thanks allemaal voor het kijken. Thanks allemaal voor het support. Vergeet het video te liken. En tot de volgende keer. Bye bye mensen.